hun verhalen. Farid? Ik doe niet mee. Ik heb geen zin. Maar ja, als jij geen zin hebt om geld te verdienen, dan moet je dat zelf maar weten. Iedereen kreeg van zijn ouders geld mee voor de excursie. Als je zo sterk bent, mag je mij ook wel even helpen, hoor. Baklava! Dan ga je die baklava ook zelf maken. En wat ga je eigenlijk verkopen? Dat is van jou een vraag. Ik heb het best verkopende productje. Het enige wat ik kon vinden was een half pakje kauwgom. Hoi. Het lijkt me echt heel erg leuk om docent te worden later. Ik voor de klas. Nou heb ik natuurlijk veel ervaring, dus ik raad jou aan om goed naar mij te kijken. Wil je ook een stukje kopen? Maar wat ga jij nou eigenlijk verkopen? Sigaretten. Ik koop alleen naar bovenbouw. 50 cent voor eentje, 3 voor een euro. Oké. Geniet ervan. 50 cent per stuk. Oké, jullie hier. Pak. Heb je misschien zin om een patatje samen met mij te eten? Oké, ja. Farid, kan ik jou even spreken? Hoe haal jij het in je hoofd om sigaretten uit mijn bureau te stelen? En ze vervolgens hier op de markt te verkopen? Ik heb ze gewoon zelf gekocht. Wat is hier aan de hand? Farid heeft sigaretten uit mijn bureau gestolen en die verkoop je nu hier op de markt. Rook jij nog steeds stiekem? Die stinkdingen zijn dodelijk! Het gaat nou niet over mij, het gaat over hem. Hij steelt en hij liegt. Ik doe er helemaal niks mee. Want ik ben met jou ook nog niet klaar. Ja, maar ik heb ze alleen aan bovenbouwers verkocht. Iedereen had gewoon wat om te verkopen. Farid, ik ga contact opnemen met je pleegmoeder om dit te bespreken. Spijt? Ja, dat ik gepakt was vooral. En hoe zou je dit dan oplossen? Ik weet iets anders. Jij blijft de hele week tot 5 uur op school en je gaat een werkstuk maken over de gevaren van roken. Ik ga eerst vertellen wat ik er zelf van heb geleerd. En daarom heb ik besloten om echt te stoppen. Farid, dank je wel voor deze wijze les, jong. Ja. Je krijgt er niet alleen vette kanker van in je longen, maar je gaat er ook echt vet veel van stinken. Ik vond roken altijd best wel stoer of zo. Maar het is echt best wel goor als je ziet hoe die rookstong er echt uitziet.